Nou, de vorige aflevering zei dat je toch mijn fokken kan vinden. Maar ja, er is een keer overheen geschilderd. Maar ik heb er toch eentje. Deze machine komt uit. Zo, eventjes aan elkaar halen. Er zit dan nog geen vloeistof in. Er komt nog bij Luna vandaan in 1995. Kun je zien dat serienummer, deze is van 12/4/1995. En ja, het is heel bijzonder dat ik er nog één heb kunnen vinden. Want je kunt al zien, al dat roest. Ja, die dingen die roesten allemaal weg. En ja, ze branden ook allemaal weg. Ja, het punt is, bij die turbofokkers, die thermostaat is eigenlijk te hoog afgesteld. En ja, ze branden allemaal weg. Maar daarentegen deden ze het wel heel erg goed. Want ja, als die rook veel warmer wordt, ja, komt er ook veel meer uit. Ik heb hier even een kannetje, ja, rookvloeistof, gooien we even hierin. En dan gaan we hem uitproberen. Ik heb daar al een lamp aan staan. Dan gaan we eens even kijken of die het doet. Maar hier ben ik wel heel blij mee, mensen. Ja, er zijn twee uitvoeringen. Je hebt de 2000 en de 1700. Dit is de kleine 1700. Kun je herkennen aan die beugel wat erop zit. Maar we gaan hem eens even aansluiten. Hij is opgewarmd. Eens kijken hoe die spuit. Ja, hij blijft maar blazen, hè. Hij blijft maar lopen, joh. Ja, ik vind het wel genoeg, maar laat die rook dadelijk hier verplaatsen. Ja, maar kijk hoe dik, jongen. Ik ben hier heel blij mee, mensen. Zo te zien. Ja, is die draaiknop weg. Maar ja. Heb ik hier even een showmaker in elkaar gehaald. Daar heb ik er toch zat van. Kijk, heb ik hier die draaiknoppen. En die bouten. En die ga ik dan hierin zetten, zodat deze hier wel compleet is. Nou, dames en heren, de buitenkant zag er netjes uit. Maar ik de binnenkant zo zie. Ja, die hebben zijn beste tijd wel gehad. Maar goed, hij doet er nog. En dat is het belangrijkste. Ja, het probleem was bij die machines, ze branden allemaal door, hè. Ze roesten allemaal weg. Ja, dat kun je hier ook wel zien. Ja, en die thermostaat, hè, mensen, die stond altijd te hoog. Maar ja, ik ga even de beugel eraan maken. En ja, dan kunnen we deze gaan gebruiken met het oud en nieuw feest. Want daar gaan we voorbereiden. Dan gaan we oud en nieuw gaan we feest bouwen. En ja, dan hebben we toch wat producten nodig om een feestje te bouwen. Kijk, nou, wat ik weer onder de boom weggescoopt heb, net voor de kerstdagen. Even kijken wat hier allemaal in zit. Het zijn wel handige stukjes allemaal, zo te zien. Nou, Piet, ik ben morgen wel laat, hoor. Dan ga je eerst eens even een beetje proef bouwen, hoor. Hoezo, mijn eigen trust afbreken voor oud en nieuw. Je kan gewoon blijven staan, hoor. Ja, dit stukje haal ik even weg. En dat stukje. Maar ja, hoeveel stroom hebben we nodig? Ja, nou, ik weet het niet, hoor, Piet. Ik weet niet waar we op kunnen hangen. Zo mensen, welkom bij een nieuwe video. We gaan even wat vuurwerk uitsorteren. Ik zit hier in Duitsland, dus ik moet een beetje uitkijken met het gewicht. Want als ik hier al kijk, staat er al zo'n 70 kilo aan cakes. Die onderste zijn 25 kilo, 50 kilo.
Ja, dat is misschien wel 80, 90 kilo. Die pijlen wegen niet zoveel. Maar ik heb ook een hoop kartonnetjes met ja, mijn oude rotjes, salutcakejes, vuurpijltjes. En ik heb hier al wat staan. Verkopen gaat zo beginnen voor particulieren in Nederland. Dus ik ga wat erbij kopen. En wat ook een punt is, die lawinepijlen, die Zink 901, die is natuurlijk ook illegaal in Duitsland. En ik wil niet hebben als de politie hier komt dat ze hier liggen, want dan kennen ze me wel maken. Dus wat gaan we nou doen? Ik heb een paar kartonnetjes gepakt. Ik heb die dingen gepakt. Ik heb wat pijlenstokken gepakt. En ik heb een paar doosjes gepakt. En wat gaan we dan doen? We gaan een kerstpakket maken. Ja, ja. Om toch even te kijken of zoveel mogelijk gewicht nog weg te krijgen. En ja, ik wil me natuurlijk wel aan de regels houden. Ik ben laatst aangehouden met deze cake in de auto. Gekocht bij Hero Fireworks in Duitsland. Met een Nederlandse KVK. Kun je rond het hele jaar die cake kopen. 25 kilo weegt die. Het is een 1.4. En voldoet aan de Nederlandse ja, regels. En de politie heeft me van de weg afgehaald. En ze konden me niks maken. Omdat er ook als het goed is Nederlandse beschrijving op staat. Hier waarschuwing. Achtung, waarschuwing. Staat in Nederland staat het erop. Dus het zijn de Nederlandse regels. En ja, alleen in Nederland moet je de 25 kilo houden. En wat niet in Nederland mag meer zijn tegenwoordig de rotjes. Die mogen niet meer. Ik zal je nog laten zien wat er dan meer niet mag meer in Nederland. De Romeinse kazen. Levensgevaarlijk. Mag niet meer. Matjes. Mogen ook niet. Nitraten. Mag natuurlijk al sowieso niet. Die knallers mag niet. Lawinepijlen. Levensgevaarlijk. Ik heb hier nog een mat. Met eindbom. Ja, dat mag helemaal niet. Ja, dan gaan we eens even kijken wat er nog meer in Nederland niet mag. Ja, Thunder Kings zullen ze er ook uithalen. Dat zijn kleinere. Deze zijn lachen, joh. Ik weet niet of dat in Nederland mag. Maar dit is een confetti cake. Dat heb ik van Triplex in Polen. En dit is, kijk, het is T1. Er zit 4,5 gram in. En er komt een bult confetti uit dat kleine klootding. En wat ook in Nederland niet mag, zijn de rookbommen. Want dit lijkt te veel om een handgranaat. Ja, vlinders. Dat is echt baardeloze dingen dit. Trekka. Ja, dat mag in Duitsland denk ik ook niet. Ja, mensen, pas op elkaar. We hoeven daar alleen nog wat te verlengen. Dan wordt het een grote tent. Nou, ik heb al een paar stroboscopen ingepakt. Een rookmachine, een paar moonflowers. Nog een rookmachine. Een center effect. Ja, een ander effect. Hier zit nog een storing in. Daar zit nog een storing in. Heb ik hier 5 scanners. Daar wil ik er 4 van laten draaien. 4 van die condors. Staan er ook 5. Had de 4 werkers goed. En natuurlijk de turbofokker. En mag ik nou wat tijd aan gaan spenderen? Dat ding hangt op 6:30. Maar die komt dadelijk hier 4 op rij te hangen van zulke. En dan moeten we iets maken van trust. Daar gaan we nou mee aan de gang. Nou mensen, wat een gedoe allemaal. Deze unit, de Navigator, die hing hier aan die balk, maar die hing helemaal scheef. Maar we gaan een nieuwe constructie maken. Er komen er nog een paar meer van die grote bij. En ja, dus even een testopstelling. Want hij moet er helemaal strak tegen het plafond, want anders stoot je hoofd er tegenaan. Ja mensen, het is gelukt.
Ja, hij moet alleen nog even het tweede boutje daarin, dat hij recht komt te hangen. Maar kijk hoe geworden het hangt. Hij hangt gewoon gelijk met de truss. Zie je, dank je, iets zwaarder, iets hoger. Beter kan niet. Kijk op die vorm daar. Oh, hij past er net zo fijn tussen. Ja, hier komt er nog iets lager dan. Nou, ik ben er blij mee hoor. Ziet er stinkt er mooi bovenuit, niet te hoog. Nou mensen, hier ben ik wel heel erg blij mee. Ik heb er lang over nagedacht hoe ik dit zou maken. En toen kwam ik met dit idee. En ik begin te rekenen. En ik denk, zou het. Maar het past ook maar net. Ik ga er hier meer van maken. Want dit werkt natuurlijk wel heel mooi. Als ik naar de truss kijk. Mooi, die discobol zit eronder. En die spiegel, ja, dus optimaal gebruik maken van de ruimte. Knobbelknuisje. Wat zit er nou weer in mijn huisje? Ja, maar daar komen we niet hoor. Kijk. De units 1, 2, 1 gerepliceerde en eentje voor in het museum. Dat is een hoogschijner van MES 1996. Ja man, alles zinks zit erin, jongen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zinks, jongen. Nou, schiet al op. Moet ik nou alles alleen doen? Ja. Wat dan? Thank you.
Hij moet eens warm worden.